Hey en superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag is het weer tijd voor een nieuwe Shop or Flop aflevering. En ik heb hier naast me een hele doos staan van het merk Fabien Chapeau. Ik ken dat merk voornamelijk van het feit dat ik op Omoda best wel vaak dingen mag uitzoeken. En ze dat merk daar best wel vaak hebben. En ze ook best wel wat leuke kleurrijke dingen dan lijken te hebben. Gek genoeg, toen de pakketbezorger het kwam brengen, zei ze letterlijk tegen me: mocht je weer iets bestellen voor je moeder? Dus blijkbaar had hij een beetje het idee dat Fabien Chapeau een ouder merk is voor oudere mensen. Ik heb geen idee, maar volgens mij hebben ze best wel leuke, toffe dingen. Dus we gaan vandaag gewoon lekker kijken. Het idee is dus dat ik weer 4 outfitjes heb die ik allemaal voor je ga testen op prijs-kwaliteitsverhouding en op size inclusivity. Hoe vallen de items? Kun je het als curvy girl ook dragen? Dat soort dingen. Dus mocht je er zin in hebben, dan zou ik zeggen, doe vast een duimpje omhoog. En dan gaan we heel gauw beginnen. Voor ik echt begin, wil ik je dit even laten zien. Dit is wat ik zie als ik de doos open. Dus het zit echt wel heel erg mooi, chic verpakt. Mag ook wel, want het is niet een goedkoop merk. Ik gok ook, ja, hier zit de factuur in. Echt helemaal in een envelop en alles. Oh, het is niet eens de factuur, het is gewoon het retour formulier. Oké. Okay. Die zit dus hierin, helemaal in een envelop. En dan moet ik hier zo helemaal het folie openen. Wil ik bij de items komen. Geeft wel echt zo'n luxe gevoel. Maar nogmaals, dat mag ook wel. Het eerste item is gelijk lekker kleurrijk, zoals ik zei. En voordat ik hem je uitgebreid ga laten zien, wil ik eventjes aangeven. Qua maatvoering gaat Fabien Chapeau. Dus in plaats van dat de meeste merken tot een extra large gaan, gaan zij tot een extra extra large. Dus ik denk dat dat ongeveer gelijk staat aan een 44, misschien 44, 46. Dat ga ik dus vandaag testen. Maar dat is in ieder geval al meer dan de extra large die heel veel merken aanbieden. Ik heb zelf gekozen voor het jurkje in een maat 44. En dit is dus een jurkje wat, ja, qua kleur vind ik hem heel tof. Qua model ben ik heel benieuwd wat ik ervan ga vinden. Maar hij heeft dus een beetje een poefie mouwtje. En hij heeft dus allemaal van dit soort franjes over de hele jurk zitten. Hier bijvoorbeeld bij die V-hals. Het is dus een kort jurkje. Ik wilde gewoon minimaal 1 kort jurkje testen om te kijken hoe lang slash kort is het jurkje bij mij. Ik ben zelf 1,75, dus dan kun je dat zelf voor jezelf ook vergelijken. En deze heeft een tailleband. Ik heb straks nog een jurkje in een beetje dezelfde kleur. Fabienne Chapeau werkt net zoals bijvoorbeeld een iDance heel erg met collecties per seizoen. En dat zie je dus ook aan de kleuren. Dus het zijn best wel vergelijkbare kleuren. Maar dit is dus het eerste item. Staat hierop de Chrissy Dress heet die. Ik heb dus een maat 44 en het is echt een jurkje waarvan ik denk van het is of heel leuk of het is veel te schattig en tuttig voor mij. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik zal even kijken, want de prijs staat niet op het kaartje. Maar in de mail natuurlijk wel. Hou even in gedachten, Fabien Chapeau is dus niet goedkoop. Dit jurkje kost €199,99. €200. Nou is het een volledige outfit. Maar alsnog, ik zal even kijken wat de stof is. Voelt in ieder geval heel erg lekker. Nou nog, waar zit het labeltje? Hier. Deze is gemaakt van 55% viscose en 45% katoen. Dus het is wel echt een lekker stofje voor zomers. Dat wel. Oké, eerste outfit. Hij is zelfs aan de grote kant, zoals je kan zien. Hij zakt gewoon standaard van mijn schouders af. En als ik hem had hangen waar hij hoort te hangen, zit de taille, zeg maar, voor mij in ieder geval te laag. Maar het groot pluspunt is dat hij echt wel lang genoeg is. En ik zit vaak qua jurkjes tussen 42 en 44 in. Dus ik had voor de zekerheid van deze een 44 genomen. Omdat het niet zo'n wikkeljurkje is wat je zelf kan verstellen. Maar ik had hier dus makkelijk in ieder geval 1 maat omlaag gekund. Misschien zelfs al meerdere. Maar dat is ook omdat hij gewoon natuurlijk los zit aan de onderkant. En mijn benen zijn mijn breedste punt. Kwalitatief absoluut een goed jurkje. Lekker stofje. Hij is dus lang genoeg. Ik vind de kleur leuk. Ja, ik vind het model alleen niet helemaal mij. Zeg maar, op zich het model met de mouwtjes en dat hij lang valt en met een V-hals vind ik leuk. Maar al die franjes en zo zijn gewoon voor mij net even te. En ik denk dat heel veel mensen dat wel leuk vinden, maar voor mij gewoon net niet. Overigens pas ik alles vandaag met mijn sandaaltjes, want die heb ik nieuw en die ben ik aan het inlopen, zodat ik ze op vakantie gewoon gelijk lekker lang aan kan.
Maar daar staan ze ook gewoon leuk bij. Dus ja, leuk jurkje. Alleen gewoon echt te groot zoals je ziet. Maar wel een aanrader. Of ik er €200 voor uit zou geven, dat denk ik dan weer niet. Ga ik verder met een outfitje bestaande uit een t-shirt en een broekje. Ik was heel erg benieuwd om een broekje te proberen. Gewoon puur om te kijken hoe groot vallen hun maten, zeg maar. Even kijken. Ik heb dus weer gekozen voor een 44. Volgens mij was dat ook de grootste maat die er was. Ik zal het even dubbel checken of ze niet ook nog een 46 hadden. Nee, dit is inderdaad de grootste maat. Dus ze gaan inderdaad tot een XXL/44. Ik zit meestal qua broeken tussen een 44 en 46 in. Dus ik ben heel benieuwd hoe die gaat vallen. Dat is dus ook een goede test voor jullie om dat te zien. Als je zelf voller bent dan dat ik ben. Of je het nog kan proberen. Maar dit is in ieder geval het broekje. Het is gewoon zo'n heerlijke, flowy, losvallend broekje. Ook weer een lekker stofje volgens mij. Ik zal ook hier weer even kijken waar het van gemaakt is. Dit is 55% viscose Ecovero en dan 45% gewoon viscose. Dus blijkbaar is het ene deel meer ecologisch dan het andere deel. Maar in ieder geval viscose dus. En hij heeft bijvoorbeeld zo'n band op de strik in de taille. Die kun je er ook afhalen zo te zien. En hij heeft gewoon zo'n lekker elastiek aan de achterkant. Dit soort shortjes zijn vaak voor mij echt favorieten. Want ze zitten gewoon heerlijk lekker los. Ik hou zelf ook van losvallende shortjes bij mijn benen. Omdat vaak een aansluitende short vind ik vaak... Ja, als ik dan ga zitten en zo vind ik het gewoon niet zo charmant. Staan bij mijn toch al vollere benen. En dit soort flowy shortjes zijn dan ideaal. Plus als het warm is, is dit echt heerlijk. Ik heb dus in ieder geval gekozen voor een maat 44. En het heet de Olivia Shorts. En zo kan je het printje nog wat beter zien. Het is echt een soort van, ja, dierenprint. Maar dan blauw-wit of gewoon random vlekjes. Het is maar net wat je erin ziet. En voor daarop heb ik dezelfde top gekozen als die het model erop droeg. En dat is de Patchwork Chapeau T-shirt. Ik heb gekozen voor een extra large, oftewel een 42. En dat is deze. Hier staat dus ook chapeau op met een soort van, ja, patchwork. Dus allerlei verschillende soorten stofjes voor de letters. Het is verder zo'n heel lichtelijk gemêleerd wit crème-achtig shirt. Wat mijn camera lastig vindt qua kleur, dus... ik hoop dat je me hier niet te veel eraan irriteert. Maar in ieder geval, deze combinatie droeg het model ook. Dus ik ben heel benieuwd hoe die op mij gaat staan. En qua materiaal, als we daar toch mee bezig zijn, vind ik bij dit soort duurdere merken toch altijd heel belangrijk of zo. Ik ga dan toch geen €200 uitgeven voor zo'n jurkje als hiervoor, als die gewoon van polyester is. En ik weet dat jullie dat ook hebben. Dus even kijken. 100% biologisch katoen voor dit shirt. En dan qua prijzen is de short €89,99 en het shirt €54,99. Dus in totaal is deze outfit goedkoper dan de jurk hiervoor. Oké, weirdest thing ever. Maar het shirtje, ja, hij zit in principe prima, maar ik zou hem graag een maatje groter willen. Maar het shirtje is gewoon huge. Ik heb gewoon echt nog heel veel ruimte over. En wat ik al zeg, ik zit over het algemeen tussen een 44 en 46 in. En ik denk dat ik hiervoor gewoon echt wel minimaal een maat kleiner kan. Als het niet meer is. Het kruis kan ook gewoon nog een stuk omhoog. Want ik heb het idee dat hij nu gewoon echt dit stuk gewoon veel te lang is. Hij is wel lekker lang, waardoor hij denk ik net niet schurende benen tegen gaat. Ik vind hem aan de achterkant wel heel erg leuk. Ik vind hem alleen de voorkant... Ja, gewoon een beetje te slonzig staan, omdat hij een beetje maat groot is. En ik kan natuurlijk wel extra aansnoeren hiermee, maar ja, zo leuk vind ik hem ook weer niet om hem daarvoor te houden. Ja, allebei op zich leuk. En het is dus echt een pluspunt dat het allemaal zo groot valt. Want je kunt dus met een maat 44 à 46 makkelijk shoppen, zo te zien. Echt bizar dit. Echt hoe... Dit zo lekker past. Ik heb geen idee. Het zit echt super lekker flowy en zo. Het is gewoon dat ik denk van ja, ik vind hem niet boeiend genoeg voor die prijs om hem te houden. Plus, ik heb gewoon genoeg shorts, et cetera. Maar freaking blij en eigenlijk best wel verbaasd dat het zo goed zit. Dan de volgende jurk. En zoals ik al zei, heeft hij dezelfde kleur als de eerste. Maar dit item is dus het eerste wat mijn winkelmandje inging. Want ik vind gewoon dit modeljurk helemaal Irina. Het heet de... Argana Butterfly Indie Dress. En ik heb een maat 42 gekozen. Hij heeft dus inderdaad van die butterfly of vlindermoutjes. Dus vandaar de naam. En hij heeft dus allerlei
Ja, het zijn aan de ene kant stipjes en aan de andere kant hartjes. Dus het zijn zeg maar allemaal verschillende dingetjes. Waardoor het dus niet echt een hartjesjurk is, maar ook niet gewoon een stipjesjurk. Het zit er een beetje tussenin. En vervolgens is het dus gewoon zo'n mooie wikkeljurk. Waarbij je hem dus in een taille kan strikken. En dan vervolgens dus uitloopt met dus aan de voorkant van die flappen. Dat vind ik altijd gewoon heel erg mooi aan wikkeljurken. Dit zijn modellen jurken die gewoon bij mijn figuur altijd echt prachtig staan. Volgens mij staan wikkeljurken sowieso bij heel veel mensen gewoon heel erg goed. Omdat je gewoon echt je taille heel erg mooi benadrukt. Ik heb dus in ieder geval 42. En ook hiervan zal ik weer even checken welk stofje dit is. 100% viscose voor de buitenkant. En dan de binnenkant, oftewel de lining, is 55% viscose en 45% katoen. En dan hebben ze het dus over dit binnenste stuk. Want daar heeft dus een soort van onderrok. Is op zich wel ideaal met een wikkeljurk. Want dan sta je niet gelijk helemaal in je onderbroek op het moment dat er wind langskomt en de bovenste flap zo opzij haalt. Dat vind ik altijd namelijk het nadeel met wind en wikkeljurkjes. En qua prijs kost deze jurk €159,99. Goedkoper dus dan het eerste jurkje, terwijl deze meer stof heeft. Maar de eerste had natuurlijk al die franjes, dus ik denk dat het daarin zit. Oké, deze jurk is natuurlijk een 42 in plaats van een 44 zoals de jurk hiervoor. En zo kun je ook zien dat dit inderdaad een stuk beter zit. Het enige ding is dat hij niet echt gemaakt is op borst. Want er zit hier zeg maar zo'n haakje wat je hier zo vast kan doen. Maar dan staat het bij mij echt heel lelijk hier zo met zo'n gaatje open. Dus voor mij is die behoorlijk sexy. Of je moet er zo'n hemdje onder doen om iets wat minder inkijk te hebben. Want nu heb ik best wel décolleté. Je ziet hier ook mijn BH zitten en zo. Vind ik zelf op zich ook wel mooi in sommige gevallen. Maar het is wel iets om rekening mee te houden. Maar verder vind ik het echt een hele leuke jurk. Het ding is alleen dat ik niet zo snel €150 neerleg voor een jurk. Maar verder is dit gewoon mijn go-to zomer outfit. Dit zijn echt jurken waar ik in leef. Lekker flowy. Leuk kleurtje. Perfect qua décolleté, et cetera, allemaal. Ja, ik vind hem heel erg leuk. Het enige ding is dat hij hier bijvoorbeeld, waar hij maar één stuk stof heeft, dat hij daar wel een beetje doorschijnt. En dat vind ik voor €150 toch wel veel. Ik weet niet of het op camera überhaupt zichtbaar is. Ja, en hij is gewoon best wel kreukelig. Ja, weet je, de prijzen vind ik gewoon bizar. Maar het is gewoon meer omdat het niet zozeer mijn prijspoint is, wat ik normaal uitgeef. Maar kwalitatief zijn het hele mooie items. En qua maatvoering, qua size inclusivity, vind ik ze ook heel erg tof. Het is gewoon puur dat ik heel erg moet wennen aan die prijzen. Dat ligt gewoon aan iedereen's portemonnee. Dus als je dit kijkt en je hebt dat geld wel, dan is het absoluut waard. Met deze sandaaltjes eronder ook. Superleuk. Ja, ik vind het echt een heel leuk outfitje, maar ik ga het er gewoon niet voor uitgeven. En dan de laatste outfit. Weer bestaande uit twee delen. En ik moest gewoon iets met dit printje proberen. Dit is dus als het goed is een rokje. Ja, dit is inderdaad een rokje. En ik moest gewoon kijken hoe lang vallen hun minirokjes. Meestal is dat namelijk veel te kort voor mij. Zeker voor curvy vrouwen zijn minirokjes vinden gewoon best wel heel erg lastig. Omdat er vaak niet echt berekend wordt op bil. En ja, je hoeft maar één keer een klein beetje naar voren te buigen en alles is zichtbaar. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik vond in ieder geval dit stofje heel erg cool. Het is echt een soort van, ja, gestiktachtig. Ik vind het echt heel erg leuk. Dit is de Tony Skirt en ik heb gekozen voor een 44. Ik zie dat hij hier aan de zijkant met zo'n blinde ritsluiting open en dicht gaat. En hij heeft bovendien dan ook nog zo'n gespje, zeg maar, wat je zo dicht maakt. Zodat als de rits openzakt, je niet gelijk hebt dat hij van je kont afzakt. En qua stof, deze heeft ook weer twee lagen, is, even kijken, de buitenkant, de shell is 100% katoen. Dan heb je de embroidery, tenminste er staat emb, dus ik neem aan dat dat embroidery is. Die is 100% polyester, maar goed, dat zijn alleen maar die stiksels. En dan is vervolgens de lining 55% viscose en 45% katoen. Dus dat is dit stuk van de rok. En de top die dit model op de website ook weer erop droeg en ik dus ook maar heb genomen, dat is deze. Het is dus eigenlijk gewoon een beetje een racerback-achtig modelletje. Of tenminste een simpele tanktop. Maar dan dus met zo'n mouwtje. Ik vind hem echt heel erg cute. Niet zozeer iets wat ik zelf op het eerste zicht had uitgekozen. Maar wel iets waarvan ik denk, hey, leuk om te proberen. Ik vind de kleur heel erg tof. En het model droeg dit dus bij elkaar. Wat natuurlijk heel erg leuk is, omdat die kleur ook terugkomt in het rokje.
Dit is de Feline Frill Top in een extra large, oftewel 42. En het is gewoon een normaal t-shirtje. Hij valt ook best wel los, niet cropped of iets dergelijks. Dat. En qua prijzen kost de top €54,99 en de rok €129,99. Nou heeft deze wel al die embroidery. Dus dat snap ik al meer dan dat eerste jurkje bijvoorbeeld. Ja. Qua hoe alles zit, et cetera, is het wel de goede maat. Maar het is echt absoluut niet mij. Ik heb een beetje Jafar vibes bij dat het zo omhoog staat. Vooral aan deze kant doet hij dat heel erg. En ik weet niet, ik ben laatst naar Aladdin de musical geweest. Misschien is dat het gewoon. Maar ik krijg er echt een beetje Jafar vibes van. Het zo omhoog loopt. Ik vind de kleur verder heel erg gaaf. Dat wel. Maar ik vind dit gewoon niet zo geweldig. Ja, I don't know. Wacht, mijn camera staat een beetje hoog qua belichting. Zo kan je het misschien ietsjes beter zien. Zeker het rokje is namelijk best wel overbelicht, moet ik zeggen. Wordt het zo beter? Ja, wel wat. Dit is gewoon niet charmant voor mijn figuur. Want hij laat precies, zeg maar, het bredere stuk zien. En dan loopt hij daarna nog een keer. Ja, ik weet niet. Het is gewoon niet. Ja, voor mijn figuur vind ik het niet bepaald charmant. Qua lengte. Je kan inderdaad zien dat hij door mijn billen best wel een stuk hoger is aan de achterkant. Dat is precies wat ik dus zo irritant vind. Dat er geen rekening wordt gehouden met billen. Want de voorkant is nu langer dan de achterkant. Wat niet helemaal klopt. Verder qua maat zit hij in principe prima door het ritsje. Het ding over mijn billen krijgen was wel even een ding. Maar omdat hij daar natuurlijk, na je bil loopt hij eigenlijk hieruit. Dus daardoor past hij wel gewoon prima. Maar het is gewoon niet mijn fit dit. Nee. Ja, het is allemaal wel gewoon een shop waardig. Want kwalitatief en size inclusiveness gesproken, allemaal echt top. Dus wat dat betreft, ik ga ze gewoon een shop geven. Maar wel als je het budget ervoor hebt. Want ik weet gewoon dat dit een merk is dat voor heel veel mensen gewoon niet betaalbaar gaat zijn. Zelfs in de sale waarschijnlijk niet. Maar ik zou zeggen, als je het echt mooie items vindt en je het je geld waard vindt, dan is het zeker een shop. Kijk een keertje lekker als ze sale hebben of iets dergelijks. En weet dus dat ze ook hele leuke schoenen hebben die ik vandaag niet aan je heb laten zien. Maar die ken ik ook omdat ik bij Omoda al een tijdje Omoda Friends ben. Maar ja, op zich dus een shop. Maar wel alleen als je het budget ervoor vrij hebt. En dan waren dat alle outfits van Fabienne Chapeau die ik je vandaag wilde laten zien. Ik vond ze vooral heel erg kleurrijk. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vond. Of je het een shop vindt, of je het een flop vindt. Ze hebben dus ook schoenen. Die vind ik echt prachtig. Dus ook hogere prijsklassen, maar ook geweldig. Maar ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd wat je hiervan vond. Dus let me know. Zet even een reactie of je het dus een shop of een flop vindt. Waarom? Of je misschien zelf items hebt. Of je ze de prijs waard vindt. Doe nog even een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren en op het belletje te klikken. Zodat je nooit meer een video van mij mist. Is allemaal helemaal gratis en je helpt mij daar heel erg mee. En ja, met dat gezegd hebbende wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot een volgende video. Doei doei!